Goeiedag allemaal, weer een nieuwe video bij Camper & Boatworks. Dit keer een werkplaatsvideo. Maar de boot die achter mij ligt, die ga ik verkopen. Ik heb er te weinig tijd voor om er nog mee te zeilen. Ik heb te veel andere dingen en is het beter om te verkopen. Dus heb jij interesse in een mooie zeilboot, je kan er zelfs op wonen, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik zit inmiddels binnen. Het is een volledig uitgeruste zeilboot waar je mee op zee kan varen. Dus sowieso de kust en een keertje naar Engeland of zo is geen enkel probleem. Dat gaat goed met deze boot. Alle apparatuur om veilig op zee te varen, dat zit aan boord. Ik zal even laten zien wat er allemaal op en aan zit. Dit is de navigatiehoek. En die navigatiehoek die is voorzien van een Remarine GPS systeem en een Remarine radar. Verder rest marifoon. Hier hebben we nog een zeemarifoon, een omvormer. Dit zijn alle schakelaars voor de VHF radio, voor het watersysteem, voor het deklicht. Daar voor de navigatieverlichting. Hier hebben we nog een kaartleeslampje. Er zit een Victron Phoenix Charger in van 30 ampère. Dit is nog 220 van de walspanning. En hier hebben we nog een Navtex scheepvaartberichten ontvanger. In de kaartentafel zit een la met allemaal reserveonderdelen. Ik zal even zekeringen, schakelaartjes. Dit is nog een onderdeeltje van de motor, lampjes, lagertjes, boutjes, splitpennen. Nou ja, noem erop. Kabelschoentjes. Ja, die la, er zit nog veel meer in. Dat hoort er allemaal bij. Dus bij de verkoop zit dat er allemaal bij. Nou, voor de rest er zit ook nog een radio CD-speler in. Dus voor een lekker muziekje. Er zitten 1, 2, 4 accu's aan boord. Eén grote accu. Die zit hier onder. Deze accu die dient voor de. Die staat zeg maar van die kant naar die kant. Onder deze bakken. Dit is eigenlijk mijn garage met allemaal gereedschap. Kijk, hieronder staat een hele dikke accu. En die is voor alle apparatuur die aan boord is. Dus alle navigatieapparatuur die draait op die accu. Dan heb ik hier nog een zonnepaneel plus een batterijmonitor. Die zonneregelaar die is voor het accu. Die zit hieronder. En daar kan je bijvoorbeeld de koelkast op aansluiten. Verder zit er natuurlijk nog een startaccu in. En dan heb ik nog een extra reservebatterij. Er zit heel veel bagageruimte in deze boot. Onder die bank. Daar zitten alle stootwielen en meerlijnen. Dit is een hele grote bak. Daar kun je bijna in staan.
Die loopt helemaal tot achteraan toe. Daar liggen nog allerlei spullen in. En ja, dat is een hele grote opbergbak voor allerlei spulletjes. En dan hebben we helemaal achterin, onder dat luik, daarachter, daar zit over de hele breedte ook nog een bagageluik. Verder is nog aan deze kant, hier hebben we de tafel trouwens, aan deze kant zit de watertank. Dat is een 60 liter waterzak van 60 liter. Dan heb ik daar nog wat lege jerrycans staan. Dus je kan wel, je kan zo 200 liter water meenemen. Nou, hier hebben we de kombuis. Deze kast, die loopt helemaal tot helemaal achteraan toe. Dat is een hele diepe kast. Dat is voor alle pannen, potjes en dingen. Die loopt echt helemaal door. Die is wel een meter lang, die kast. Nou, we hebben de kookstel. Uiteraard met stromend water. Hier hebben we nog een gedeelte voor alle glazen. Dit is voor alle borden en kopjes. En schalen. Hier nog allemaal etensvoorraad. Nou ja, hierachter er zit ook allemaal nog bergenruimte achter die gordijntjes. Ja, voor de rest natuurlijk verlichting. Hier zit nog een toilet. Dus kortom, een hele complete boot. Voorin zit een bed van 2 meter lang bij 1,60 meter breed. En daar zit nog een dakluik, die kan je open doen. Met een verduisteringsgordijn. Dus ja, slaapruimte genoeg, want op de bank, op de zitbanken, deze banken, daar kan je ook op slapen. Deze die is 1,90 meter lang. En de bank er tegenover aan deze kant die is iets van 1,70 lang. Dus je kan sowieso met 4 mensen slapen op de boot. Nou, ik heb hier alle documentatie van de boot, rekeningen en alle technische gegevens, een compleet boek van de motor. Er zit een 1 cilinder dieselmotor in. En dit is een complete werkplaatshandboek. Dus alle documentatie die zit bij die boot. Ik heb heel veel plezier met die boot gehad, want ik ben er overal mee geweest. Er zit uiteraard een buiskap op en een achtertent. Dus je hebt extra leefruimte. Die tent die kan je gewoon dicht houden. Maar je kan ook, als je het ankertje uitgooit, bijvoorbeeld één kant openmaken. De achterkant kan open, deze kant kan open en deze zijkant kan open. Dus er is altijd de kant waar de wind vandaan komt. Die kan je dicht laten en de rest kan je gewoon openzetten. Nou, dit is het bedieningspaneel van de motor. Dan moet ik wel even hier in de bakskist eerst de hoofdschakelaar aanzetten, want anders doet hij niks. Dus dat ga ik even doen en dan zal ik de motor even starten. Nou, de hoofdschakelaar staat aan. Deze gaat in het contact. We gaan de twee lampjes branden. Dan is het kwestie van starten. Nou. Je ziet het hoe snel de motor start. Die motor is helemaal gereviseerd. Dus ik zal hem eruit zetten. Nou, die twee lampjes, dat is voor de dynamo. Dus op het moment dat
En die andere is van het contact. Dan weet je dat het contact aanstaat. Als die lampjes gaan branden, dan klopt er iets niet. Want dan is het onder het varen. Want dan of hij laat niet bij. Of het contact is uitgezet. Nou, dan hebben we hier nog een stopcontact voor de stuurautomaat. Die zit er ook aan. Dit is nog een pomp. Dus ja, dan hebben we hier verder nog een snelheidsmeter en een dieptemeter. En hier hebben we nog een kompas. De zeilen zijn allemaal vanuit de kuip bedienbaar. Dus dit is van het grootzeil. Dat is voor de neerhouder. En dit is voor de rolfok. Dus alles kan je vanuit de cockpit bedienen. Ik heb van het voorjaar heb ik in de buiskap allemaal nieuwe ramen laten stikken. Dus het is allemaal nieuw. Zowel in de buiskap als in de achtertent zitten allemaal nieuwe ramen in. Dus het is allemaal wel, het ziet er allemaal weer fris uit. Ja, hier hebben we nog twee antennes voor de GPS en voor de Navtex. En daar hebben we nog het radar, de radardoom. Voor de rest zit er nog een barbecue op en die is splinternieuw. Nou, denk jij nou, dit is een boot die ik graag wil hebben? Dan kan je altijd contact opnemen. Hij is te koop. En ja, over de prijs. Ik heb er 25.000 euro aan uitgegeven. Dat was zowel de aanschaf als al het renovatie- en restauratiewerk wat ik aan de boot heb gedaan. En de motorrevisie. Die motor is eigenlijk helemaal nieuw. Nieuwe cilinderkop, nieuwe zuiger, nieuwe dynamo, nieuwe brandstofpomp. Eigenlijk alles is eigenlijk nieuw. Nieuwe pakkingen. Dus die motor is helemaal overhaald. Dus daarom start hij ook. Je ziet het. Eén druk op de knop en hij start. Dus ja, het is gewoon een complete boot waar je niks meer aan hoeft te doen. Je kan er zo mee op vakantie of weg. Dus doe er je voordeel mee. Ik heb nogmaals 25.000 euro aan die boot uitgegeven. Ik vraag er de helft voor. Dus 12.500. Dus denk jij van, het is wat voor mij. Kan je altijd contact opnemen. Het mailadres, dat zal ik onder in de beschrijving zetten. Dat was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao!